Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Twee nieuwe spelers bij Zevenhoven en ze hebben allebei de tropenjaren van ARC meegemaakt in de top van het Nederlandse amateurvoetbal. Jordi Zwart zien we hier en daar met het hesje aan Maurits Splinter. Splinter speelde trouwens vorig seizoen nog voor ARC. Zwart is na een sabbatical weer aan het voetballen geslagen nadat hij stopte bij derde divisionist VVSB. Zevenhoven tegen Zwammerdam. Het is de allereerste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen 2020-2021. De hoofdklasse en hoger is al twee speelronden onderweg. Maar voor alle eerste klassen en lager wordt dit weekend de eerste competitiewedstrijd afgewerkt. De eerste kans van de wedstrijd is voor Zevenhoven. De bal wordt gekeerd door doelman Van de Heuvel. Raakt erbij geblesseerd, maar kan de wedstrijd vervolgen. Is nodig ook, want Zwammerdam heeft geen reservekeeper op de bank zitten. Zwammerdam met hier de eerste kans van de wedstrijd van Vliet. Maar zijn schot mist kracht en kan gekeerd worden door doelman Aardman. De vierde klasse B. KNVB heeft een dag eerder bekendgemaakt dat de vijfde klasse zijn introductie gaat kennen. De onderste drie ploegen van deze afdeling zullen degraderen naar die vijfde klasse. Normaal gesproken Zevenhoven en Zwammerdam niet. Ruststand is 0-0. En vanwege de coronamaatregelen gaat Zwammerdam niet naar de kleedkamer toe. Maar houden ze de rust op het veld. Daar de volgende kans voor Zwammerdam in de maak. Kramer ziet zijn schot gekeerd worden door Aardman. Zevenhoven, de belangrijkste uitdager van topfavoriet SCA 44 uit Harmelen. Als je het hebt over het kampioenschap. Die ploeg was vorig seizoen normaal gesproken kampioen geworden. Maar ja, corona gooide roet in het eten. En Zwammerdam wil ook kampioen worden. Maar goed, een plek in de nacompetitie lijkt realistischer op voorhand. Hier komt Zevenhoven op een ene voorsprong. En het is good old Marco Pellegrom die hem maakt. En dan flikt die dertiger het maar weer, hè. Scoort altijd aan de lopende band. Erg belangrijk voor Zevenhoven. Dan krijgt hij hier de felicitaties van Maurits Splinter. En dan moet Zevenhoven met nog een kwartier te spelen op jacht naar de gelijkmaker. Het schot hier van Peters. Schilt nog ineens zo heel erg veel. Dreiging aan de linkerkant met Bons. Redding en dan in twee instanties probeert Peters te scoren. Maar allebei de ballen gaan er niet in. Laatste kans van de wedstrijd voor Zevenhoven. Maar deze bal wordt er ook niet ingelopen. Gaat voorlangs. En zo start Zevenhoven de competitie met een 1-0 nederlaag bij Zevenhoven. Ja, zuur. Je wil hem het liefst gewoon winnen. Gelijk was misschien goed geweest, maar je wil hem absoluut winnen. Ja, dat hij dan zo lullig valt. Vrije trap, dat is het enige wat ze gehad hebben. Ja, bij die bal van Kei dan. Maar voor de rest is er gewoon echt niks gebeurd bij ze. Het is het net niet, hè. Want dan wordt er goed gevoetbald. Dan worden de flanken goed over het algemeen gebruikt. Maar die laatste tikje, die voortzetting, dat is er net niet. Maar gaat goed komen, Kees. We werken hard aan. Ja, ik hoop het. Want je hebt gezegd dat je kampioen gaat worden. Hij wil worden. Dat is heel wat anders. Maar dat wil je worden, maar dan moet je wel winnen. Ja, we hebben er nog 25 te gaan. Dus er zijn 75 punten nog te verdelen. Ja. Nou ja, ik denk dat we vandaag niet echt verloren hebben van onszelf tegen een betere ploeg. Het is een doodspelmoment geweest en daar moeten we volgende week mee verder tegen Linschoten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.